Als Rijksbouwmeester is het mijn overtuiging dat in de afgelopen decennia het boerenland sneller en ook radicaler veranderd is dan de stad. Uiteraard zien we een snelle groei en ook modernisering in onze steden. Een groei vooral in de vorm van buitenwijken die zich als uitdijende jaringen om bestaande kernen heen plooien. Het platteland daarentegen verandert van binnenuit, hard en ingrijpend. Tegen de achtergrond van eeuwenoude cultuurlandschappen ontvouwt zich een adembenemend krachtenspel van waaruit een zeldzaam brute dynamiek moderne boerenbedrijven naar boven komen. En het platteland is in onze tijd het speelveld van radicale veranderingen met een dubbel gezicht. Hier vallen triomf en verval vrijwel naadloos samen, net zoals macht en onmacht, vertrouwen en angst. Wat je ziet en wat je wilt zien, hangt van je standpunt af. Maar links of rechts, iedereen heeft het gevoel dat het hard gaat. Als je de ontwikkelingen afleest aan de hoeveelheid voedsel die voor steeds lagere kosten geproduceerd wordt, zijn we getuigen van een ongekend succes. Het adagium van de eerste naoorlogse landbouwminister Mansholt was nooit meer honger. Een glashelder politiek streven waarmee een hele landbouwcultuur omgevormd werd. En sindsdien hebben kennis, kunstmacht en glyfosaat een indrukwekkende productievermeerdering teweeggebracht. Nederlandse boeren zijn wereldleiders geworden als het over efficiëntie en innovatie van de voedselproductie gaat. Tegelijkertijd toont deze adembenemende dynamiek ook een tweede gezicht. Een gezicht waar de schaalvergroting en de steeds grotere klem van de banken op onze boeren zijn tol eist. Het aantal boeren blijft afnemen in een meedogenloos selectieproces dat ook veel verliezers kent. En het gaat hard. Het platteland verliest zijn fundament. Naast het succes, de angst en onmacht, groeit nu bij de boer ook de kwaadheid over het alsmaar afnemende maatschappelijke aanzien. Het gevoel overal de schuld van te krijgen. In vergelijking met de stormachtige ontwikkelingen op het platteland vormt de moderne stad, goed beschouwd, een domein van rust en stabiliteit. Dat terwijl juist de stedeling is die op het platteland op zoek gaat naar de pastorale idylle, dromend van Yvonne Jaspers, het ongerepte landschap, de stilstaande tijd. Stad en land zijn innig verweven, maar leven in verschillende werelden. Dit dubbele gezicht toont niet het failliet van het platteland. Het toont een dynamiek waarbij we steeds vaker tegen harde grenzen beginnen aan te lopen. We hebben nu wel zo'n beetje het punt bereikt waarop iedereen het erover eens lijkt te zijn dat fundamentele verandering nodig is. De vraag is hoe? Het landschap staat onder druk en het agrarisch speelveld is uitermate complex en onoverzichtelijk geworden. De kennis en ervaring vanuit het boerenbedrijf verstaat al lang niet meer om de grote veelomvattende vragen die nu in sneltreinvaart op het platteland afkomen nog te beantwoorden. Hoe gaan we om met klimaatverandering? Hoe moeten we in reactie daarop ons landschap inrichten? Hoe passen we de grote logistieke loodsen en een miljoen nieuwe woningen in? Is het echt zo dat we onze energieproductie circulair willen maken door op goede grond zonnepanelen te gaan leggen? Hoe kunnen we transitie inzetten naar een kringlooplandbouw met een gezond ecologisch systeem zonder inkomen te verliezen? Hoe kunnen we landschappelijke kwaliteiten beschermen en herwinnen, natuurwaarden en biodiversiteit ontwikkelen? Veel vragen en grote urgente maatschappelijke vragen, die allemaal met elkaar gemeen hebben dat het ruimtelijke vragen zijn. Het platteland, en in het verlengde daarvan de boer, is aan zet. Passief toekijken
is geen optie. Maar juist vanuit die penibele rol kan een nieuw zelfbewustzijn groeien. De boer als rentmeester van het landschap, waar de gezondheid en de veerkracht van de bodem centraal staat. En met een profijtelijke verbinding tussen landbouw en natuur. Op het boerenerf zullen andere keuzes gemaakt moeten worden. En de boer ploegt voort. Want te midden van al deze aanzwellende stroom van radicale verandering staat de boer. De voeten in de grond van vele generaties. De kop in de wind van de vooruitgang. Hans Huybers heeft het terecht over de kracht van het boerenerf. Dit is de plek waar alle grote vragen hun abstractie verliezen. Hier worden de keuzes gemaakt waarbij iedere verandering direct ingrijpt in het dagelijks leven. Het doet me pijn om zoveel boeren te zien stoppen. De kennis van het landschap, het ondernemerschap, de vernieuwende technieken, de actieve betrokkenheid met de omgeving, het sociale netwerk. Allemaal zaken die, als ik kijk naar wat we als maatschappij allemaal voor wensen naar voren brengen, juist nu meer dan ooit nodig zullen zijn. Dagblad Trouw had vorig jaar een onderzoek naar de staat van de boer, waar ook ondubbelzinnig naar voren kwam dat de boeren ook echt willen veranderen. Meer dan 80% van de boeren willen overstappen naar meer natuurvriendelijke methodes. Onder voorwaarde van een duidelijk beleid. Verandering is een creatief proces. Als Rijksbouwmeester probeer ik voortdurend ontwerpkracht aan dit soort maatschappelijke vragen te koppelen. Voor het platteland hebben we met een aantal partijen de prijsvraag Brood en Spelen opgezet. ZLTO was een van de meewerkende partners. Een bijzondere prijsvraag, omdat we hier boeren en architecten in teamverband lieten samenwerken. En zelden heb ik zo'n vruchtbare menging van disciplines meegemaakt. Een architect die een boer kan overtuigen, heeft wat in zijn mars. 16 winnende plannen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze een oprechte poging doen om te innoveren. Nieuwe teelten, nieuwe taken, andere verdienmodellen. Plannen doordezemd van optimisme. In het verlengde hiervan hebben we als college van Rijksadviseurs nu ook het panorama Nederland uitgebracht. Een toekomstverkenning waarbij een van de vier hoofdstukken de titel Het Rijke Boerenland heeft gekregen. Het gaat over een nieuw deal tussen boer en burger. En waarbij de draagkracht van de bodem als uitgangspunt voor de productie wordt genomen in plaats van andersom. En waarbij nieuwe verdienmodellen gekoppeld worden aan de nieuwe vragen die vanuit de maatschappij gesteld worden. Als we een ander platteland willen, zal niet alleen de boer andere keuzes moeten maken, maar ook de burger. Vanuit deze betrokkenheid en ook met deze boodschap ben ik Hans een aantal malen tegengekomen. Ik ben graag met hem in gesprek en ik herken ook in hem iemand die niet wegloopt als het moeilijk wordt. Zijn enorme kennis uit zich onder meer in het feit dat hij het eigenlijk nooit gewoon met me eens is. Altijd heeft hij wel een opmerking waarbij ik weer op een ander spoor kom en ook weer tot andere inzichten kom. Praten met Hans, daar word je slimmer van. Ik leg onze ideeën voor de toekomst van het plantenland dan ook altijd graag aan hem voor. De vorige keer was toen ik het Panorama Nederland aan de ledenraad van de LTO mocht presenteren. Hij nodigde me toen uit om hierover in gesprek te blijven, om het hoofdstuk Het Rijke Boerenland in samenwerking verder in te gaan vullen. Een uitnodiging waar ik graag op inga. Ik hoop dan ook van ganser harte dat zijn vertrek bij de ZLTO niet het eind van het gesprek is, maar het begin van een andere vorm van samenwerking. Want ik ben ervan overtuigd dat de toekomst aan het platteland en dus aan de boer is. Nu het spannend wordt, zal de maatschappij het besef moeten ontwikkelen
dat we onze boeren meer dan ooit nodig hebben. De kracht van het boerenerf als brandpunt van de verandering. Dit is waar het gaat gebeuren. Dank u wel.